like challenge. Like deze video sneller dan dat ik roze ben. En ik weet dat ik sneller ben, want het enige wat ik moet doen... Nice. Maar ik ben niet zomaar roze. Ik ben roze. Voor een reden. Hey, alles goed? Dat is een ja. Even geleden heb ik onze Huggy Wuggy geopend met een schaar en vond ik dit. De frontman uit Squid Game. Daaruit maakte ik op dat Huggy Wuggy misschien wel een experiment is van de frontman om een nieuwe Squid Game mee te organiseren ofzo. En toen leek het mij een goed plan om dus ook... Kissy... Wat deed je nou met je arm? Om ook Kissy Missy erbij te halen. En ook al voelde ik bij Huggy Wuggy direct toen ik hem kreeg dat er iets in zat, heb ik dat gevoel bij Kissy Missy niet echt. Maar om toch het zekere voor het onzekere te nemen, precies, ga ik toch checken wat Kissy Missy misschien heeft. Maar eerst ben ik kapper. Nee, ik ben geen kapper. Oké, ik meen het serieus. Bij Huggy Wuggy voelde ik direct iets. Maar bij Kissy Missy... Oh, sorry. Niet in je ogen, niet in je mond. Oké. Maar bij Kissy Missy niet. Nou ja... Misschien een beetje, maar echt minimaal. Dat zou ook gewoon misschien wat wol kunnen zijn. Ik bedoel, het is immers een knuffel. Weet je wat? Ik ga er gewoon voor. 3, 2, 1. Oké, het moment is daar. Het is gelukt. Soort van best wel eng. Het is niet alsof ik... Wacht even. Knuffels horen gevuld te zijn met wol, toch? Maar wat voel ik hier dan? Wacht even hoor. Wat? Dit is... sorry Kissy Missy, ik leg je even neer. Dit is het Squid Game kaartje. Dit is letterlijk het kaartje wat de deelnemers krijgen met een nummer erop waarnaar ze kunnen bellen, zodat ze mee kunnen doen aan Squid Game, als ze dat willen. En dat doen ze. Oh, maar wacht even. Huggy Wuggy had de frontman. Kissy Missy heeft een Squid Game kaartje. Frontman. Squid Game kaartje. Squid Game 2. Komt er een nieuwe Squid Game? Alleen weten we nu natuurlijk niet zeker of de frontman iets te maken heeft met deze twee. Misschien probeert hij het nu gewoon te claimen, zodat hij het kan gebruiken voor zijn nieuwe Squid Game. Ik weet het niet. Maar het is cool. En het is ook echt zwaar. Ik heb geen idee waarvan het is gemaakt, maar het is het Squid Game kaartje. Dude, dat is creepy. En omdat we een raadsel op te lossen hebben, wil ik een raadsel game spelen. Fix de vleugel. Oké, ze is verdrietig, maar we hebben de vleugel gefixt. Welk logo is correct? Dit is het Audi logo. En ik denk dat de bovenste correct is. Heeft een van jullie verstand van auto's? Of van auto's eten? Ja, dat dacht ik al. Het is A. Yes! Deze doet verstopt iets. Maar wat is het? Kunnen we erachter komen door erop te tikken? Ah, het is een bloem. Maar hij verstopt nog iets. Is dat in zijn zak? Ah, het is een doosje. Sla het monster. Oké, Kissy Missy, jij gaat mij helpen. Doe het op het juiste moment. Let's go! Oeh, goed zo. Oké, we hebben Bigfoot ingemaakt. Deze dame heeft het warm, alleen dat ding zat niet ingeplucht. Ja, nu wel. Het is makkelijk. Oké, wat moeten we hier doen? We moeten klikken op het juiste moment en hij is aan het trainen in de auto. Oké. We moeten een sleutel vinden. Oké, waar is de... Oh, ja, ik heb de sleutel. Waarom lag hij daar? Oh my gosh. Dit is Squid Game. We moeten op het juiste moment klikken. Oké, dit is iets voor Huggy Wuggy. Oké, dude, klik op het juiste moment. Ja, en dat is nu. Goed zo, gast. Je hebt het gedaan. Ja, oh. Nice. Red het meisje. Oké, snel. Oh nee, gewoon zo, hè. Of wat? Huh? Wat is de bedoeling? We moeten toch dit ding vastmaken? Oh ja, was gewoon iets te enthousiast. Dit meisje wil het gewicht verliezen en wij moeten haar helpen. Oh wacht, ze draagt gewoon super zware kleren. Ja, dan snap ik het ook wel. Gefixt. Welk van deze is de master? Dat is een goede vraag. Wacht eens even. De middelste is een speler, of niet? Oh my gosh, het was gewoon een imposter. Waar is de prins? Ik denk dat de prins de kikker is. Oh. Dat is zo enorm cliché. Eén van deze standbeelden is niet echt. Ik denk dat het de eerste is. Oh nee, het is de derde. Het is de derde. Hij is nat geworden door het water en nu is het krijt eraf. Doei doei. Ja, ren maar. We moeten het verrassingscadeau vinden. Oké, waarschijnlijk zit het achter dit gordijn. Het is een meisje? Is het meisje het cadeau? Oh, het meisje is ineens weg. Nee, wacht. Het zit sowieso hier. Oh, het is... Oh, het waren wel de meisjes. Kissy Missy, druk op het juiste moment voor mij. Daar gaan we. Let's do this. Ja, goed zo. Woe. Oh, we moeten deze twee mensen samen krijgen. Oké, weet je wat? We bouwen gewoon... een berg. Easy. Oké, moeten we dit letterlijk gewoon maken? Oh my god, dit spel. Soms is het gewoon echt te easy. Huggy Wuggy is er zelfs een beetje zagrijnig door. Hey, dude, ik zie niks. Oké, eigenlijk is het best wel zacht. Oké, volgende level. Vind de rode auto. Oh, snap. Ja, ik heb hem gevonden. Even aan de kant, jij. Vind het meisje. Oké, we zoeken... Oh, wacht. Ik zie hakken. Ja. We hebben er gevonden. Oké, ik vind het al een beetje zielig met al die zombies, maar we hebben er gevonden. Vind de joker. Dude, hoe moet ik dat nou weten? Is het de rechter? Ja, het is de rechter. We moeten dit meisje een spa geven. Met andere woorden, we vegen over het scherm en we zijn klaar. Dit is echt de beste spa ooit. We moeten de schildpad helpen met de race te winnen. Oh. Wat? Ik sleepte hem letterlijk. We moeten Timo vinden. Dat is schijnbaar een hondje. Hier zit een paddenstoel. Hier ook. En hey, we hebben hem. Vind de baby. Waar is de baby? Oh, wacht even. Ja, de baby zat achter het zandkasteel verstopt. We moeten proberen een vis te vangen en op het juiste moment klikken. En dat is nu. Oh, we hebben Nemo. Soort van, I don't know. We moeten de cactus helpen. Want de cactus heeft het konijn pijn gedaan en die is daar heel verdrietig over. Maar we vegen de stekels weg en nu kunnen ze knuffelen. Knuffelen met de cactus, waarom niet? Wat gebeurt er met Sneeuwwitje? Ik heb geen idee. Oh, jawel. Oh, ze heeft de appel gegeten. Nee, ze heeft de appel gegeten. Het lag daar bij haar jurk. Maak de make-up af. Nou, hij ziet er op zich al uit als een clown. Maar de neus die is er nog niet. En nu wel. Oh my gosh, wat? Wie heeft deze vis gevangen? Eigenlijk is het wel makkelijk te zien. Dat is gewoon die dude met dat rode lijntje, toch? Of niet? Ik heb het goed. Wie van deze kinderen is het slimste? Eentje speelt met een auto. Eentje met een teddybeer. En een Rubik's Cube. Dude, dat is moeilijk. Dus het is sowieso die linker, toch? Of niet? Ja, ik wist het. Vind de verschillen. Sowieso het bordje daar zo. Ook de staart van het hondje. Dat is de tweede. Maar dan is er nog één en dat is het halsbandje. Ja, we hebben ze. Gevallen. Zoek de verschillen tussen deze twee. Spam het in de comments. Wat is het allergrootste verschil tussen Huggy Wuggy... Ik bedoel, Kissy Missy en Huggy Wuggy. Oh nee, de Squid Game pop valt aan. Oké, kunnen we een steen of een touw gebruiken? Ik ga voor de steen. Yes! Oeh, ik wist het. Eén van deze twee mensen is een zombie. Ik denk dat het meisje de zombie is. Of de jongen, ik weet het niet. Of moeten we op de hersenen klikken of zo? Wie is de zombie? Ik weet het niet. Ik klik. Wie van jullie is een zombie? Oh... Wacht even. Natuurlijk. De hersenen vallen en zij wil het eten. Zij is de zombie. Oké, we moeten proberen te scoren. En yes! Het is gelukt. Wie heeft ingebroken in deze winkel? Er hangt een camera, dus kunnen we het niet gewoon checken? Ze zeggen allebei dat ze het niet hebben gedaan, maar ik zie die dude met een knuppel staan. Letterlijk, hij is het. Ja, ik zei het toch. Maar er is nog iets waaraan we het kunnen zien. De camera. Ja, de camera kun je checken en dan zie je het. Ja, jij bent gearresteerd. Vind de guy. Oké, waar is de guy? Waar is dat de guy? Is dat de guy? We hebben de guy. Eén van deze koppeltjes gaat het met elkaar uitmaken. Is dat links of rechts? Ik weet niet waarom, maar ik denk links. Heb ik het juist of is het rechts? Oh, wacht. Het is rechts. Het is rechts. Oh, ze zijn eigenlijk boos op elkaar. Oh, wat? Help de kerstman. Want de rendieren zitten niet aan zijn slee. Maar nu wel. Oh, nee. Dit is letterlijk Squid Game steen, papier, schaar. Oké, we gaan voor steen. Is steen de juiste keuze? Ja, steen is juist. We hebben gewonnen. We moeten het frame afmaken. Was dat alles? Oké, we moeten bij de schat komen. Dus ik denk dat we de beer een map moeten geven. Oh, wacht. Vuur. Wat eerst een vliegenmapper. Dat helpt niet tegen een beer. Maar we hebben de schat gevonden. Dat is nice. Help het meisje. Oh, snel. Een parachute. Ja. Dat is nice. Wie heeft de vaas gebroken? Sowieso niet één van deze twee kinderen. Het is sowieso die kat. Letterlijk. Je ziet die voetstapjes gewoon. En je ziet zelfs de pootjes van de kat die vies zijn. Je bent daarbij, meneer kat. Maar alsnog mogen jullie de kat niet opeten. Ja, sorry. Oké, we moeten deze worp maken. Oh, net niet of net wel. Ja, net wel. We moeten deze dude helpen met gewicht heffen. Oké, weet je wat we doen? We maken de gewichten gewoon een stuk lichter. We hebben gewoon letterlijk 3/4 eraf gehaald. Maar hey, dat is nice. Er mist hier een letter. Het is sowieso de L, right? Voor love and life. We moeten de zonnebloem blij maken. Waarschijnlijk als we van de maan een zon maken, toch? Ik was ook gewoon aan het krassen. Ik deed geen eens een rondje. Maar het werkte. Oh nee! We moeten de honeycomb challenge winnen. We kunnen een aansteker gebruiken, een mes of zo'n naaltje. We gebruiken de aansteker. Of nee, het naaltje. Oké, ik wou bijna de aansteker gebruiken. Ze heeft geen internetverbinding. Hoe gaan we haar helpen? Kunnen we niet ergens opklikken of zo? Oh, wat? We hebben gewoon geklikt. Oh, wacht. We moeten gewoon vegen. We moesten gewoon het scherm vegen. Vind de alien. Misschien achter de wolk? Oh, ja, achter de wolk. En de alien komt jullie halen. Zijn jullie eigenlijk aliens? Sorry voor het vragen. Oké, we moeten nu klikken en dan hebben we een ballon gepopt en krijgen we de knuffelbeer. Vind het schaap. Zeg maar nou niet dat de wolf het schaap heeft opgegeten. Ik zie geen schaap. Oh, wacht, die wolk natuurlijk, of niet? Het is letterlijk die wolk. Wie van deze mensen gaat naar school? Dat is de rechter, want die heeft een wiskundeboek. Oh nee, het eten is verbrand. Hoe gaan we dit repareren? We vegen het eraf. Als het in het echt zo makkelijk zou gaan, hè. Wie is het langste? De hond of de kat? Of wacht, of misschien de mevrouw. Hé, wie is dan de langste? De zon. Je maakt een grap. Telt die mee? Vind het hert. Oké, het hert. Waar zit het hert? Oh, wacht. Als we nou een appeltje op het bord leggen, dan komt het hert erop af. We hebben meer dan 100 levels gedaan. En we weten nu hoe het zit. Misschien. Maar nog één missie. Huggy Wuggy maakt de grootste sneeuwbal ter wereld. En als die zometeen groot genoeg is, kunnen we hem rollen. Ik ben serieus benieuwd. Hoe groot kunnen we de sneeuwbal maken? We kunnen de sneeuwbal uiteindelijk verkopen. Ja, serieus. We verkopen sneeuw. Iets wat mensen letterlijk van de grond kunnen pakken. Dus ik rol hem nog wat groter. En dan gaan we naar de sneeuwmachine. Ik heb het verkocht. Maar nu gaan we naar de winkel. Want daar kan ik nieuwe schoenen kopen. Maar eerst koop ik wat muntjes erbij. Nu kan ik supergoede schoenen kopen. Of beter nog, een schep. Ik heb nu een schep op mijn rug. En ik denk dat dat helpt bij het maken van de sneeuwbal. En waarschijnlijk wordt hij nu ook veel sneller groot. Alleen er is nog iets wat ik echt moet hebben. Hier in de winkel kan ik een gouden sneeuwbal kopen. Final! Maar mijn sneeuwbal is nog niet goud. Heb ik iets fout gedaan? Al moet ik zeggen, de sneeuwbal is wel heel groot. Maar ik wil hem goud. Dus ik verkoop deze sneeuwbal. Ik heb van je gehouden. Je was zo koud. En nu maak ik een nieuwe. Helemaal van goud. Besef dat we deze gewoon aan een ketting kunnen hangen. Waarschijnlijk is hij daar te zwaar voor, maar alsnog. Ik ben wel benieuwd hoeveel muntjes we krijgen als Huggy Wuggy deze verkoopt. Ik bedoel, come on, het is een bal van goud. Eigenlijk is het geen sneeuwbal, maar goudbal. Een nieuw soort area. 25 Robux. Dude, dat is zo cool. Maar wat is hier dan speciaal aan? Wacht, we kunnen hier wel naar boven. En oh nee, het is de Yeti. Daarom is het zo speciaal. Oké, dat is best gaaf. Ik ga een sneeuwbal voor hem maken. Een sneeuwbal voor de Yeti. We rollen hem door het sneeuw. Stel voor dit zou in het echt kunnen. Dat het gewoon een paar dagen in het jaar goud regent. Ik ben benieuwd hoeveel mensen er dan naar buiten zouden gaan. Hier, alsjeblieft Yeti. Ik hoop dat je hem mooi vindt. Oké, dan niet. Dit was epic. We hebben iets gevonden bij Kissy Missy. Abonneer voor meer en adios.